komen er langs op. De riolering opknappen zoende graafwerkzaamheden en zoende dat de hele stritten eruit maat. Dat gebeurde er op dit stuit in het Voegeloon in Dokkum. Door een speciale moderne techniek wordt de riolering van binnenuit opknapt. Die techniek heet relining. Dat wil zeggen dat wij tussen twee putten een kous in het riool trekken. Die kous die bestaat uit twee lagen plastic met daartussen een laag van katoen en een hars. Die kous die blazen we op als hij in het riool ligt. En door middel van UV-licht harden we deze uit. Het opknappen van de riolering in de wiek is nodig omdat het al een heel skoflien is dat er wat ondien is. Nou, deze wenwiek die dateert uit de jaren 60-70. Nou, een riool gaat ongeveer 50-60 hier in mei. Dus dat is nou om de staat van het riool dat er rekontaai is om op te knap worden. Er komen wat scoren in, wat meer lekkage. Dus dit week nou het moment om hem aan te pakken. Hoewel er al een paar weken het werken wordt, staat ook voor de komende tijd nog genoeg op de planning qua werkzaamheden. Ze zijn een aantal weken bezig om dan een keer door de hele week te gaan om de plaatselijke reparaties uit te voeren. Nou, dan hebben we het oude riool is opknapt en we zijn nog in voorbereiding om in bepaalde stritten de diking weer op te knappen en om daar een rijnwater aan te koppelen. Dus hier in Voegeloon staat nog meer op stapel. Van nu kan de riolering in deze stritten in het Voegeloon weer een mooi skoft vooruit. En terug de speciale techniek, relinen, gaat dat opknappen in een rap tempo. Nou, het stukje hier achter mij, nou, dat is een stukje van 13 meter, hebben wij in ongeveer een uur gerelined. Daar komt zometeen nog een frees op. Die frees is hier al eerder geweest, er zit één inlaat in. Dat wil zeggen dat er één aansluiting van een woning in de riolering terechtkomt hier. Die moet nog geopend worden en dat zal ook ongeveer een half uur duren. Dus al met al, met twee uurtjes is dit stuk vervangen. Nu zullen we hier klaar op naar de volgende straat. Op de volgende straat inderdaad.